Welkom bij een nieuwe gameplay commentaarvideo van Gamersnet.nl. En ik zit naast Tom Kouwenberg, die mij mee gaat nemen in de wondere wereld van The Sims 4, honden en katten. Ja, ik dacht ik begin en ik toon je de game, maar doe jij anders de rest maar. Ja, nee, helemaal niet. Jij neemt mij mee, dus wat zien we allemaal? Nou, ik neem je niet alleen mee, ik ga je ook maken. Ik dacht als we dan toch wat gameplay op gaan nemen van de nieuwe The Sims 4 uitbreiding, dan ga ik toch ook gewoon proberen mijn co-host na te bootsen. Dus bij deze, dit is Peter Bouwman in boarding. Oké, zo skinny ben ik echt nog niet hoor. Nee, dat doe ik ook nog wel iets aan. Okay, dat komt nog. Nee, ik speel het even versneld af, want het gaat natuurlijk om de honden en katten. Maar ik dacht, ja, als we dan toch even een honden- en kattenervaring willen, maken we ook even een nieuw iemand aan. En dan komen we hier aan bij de real deal. Ja, maar je gaat ook mijn kat namaken. Ja, ik probeer jouw kat na te maken. Ik heb een kat, die heet Lenny. Dat is heel lief. Die ziet er niet zo uit, trouwens. Nee. Maar ik moet ook een beetje, ik ben ook een beetje aan het doorheen aan het scrollen van wat voor rassen er allemaal zijn. En ik moet zeggen, ik was echt aangenaam verrast over de hoeveelheid vrijheid die je krijgt met het creëren van een hond of een kat. Het is dan wel alleen een hond of een kat, maar hey, dan heb je wel ontzettend veel creatieve vrijheid. Ja, maar creatieve vrijheid in aantal rassen of ook inhoudelijk? Ja, nou ja, vooral dat in is aantal toch geen kat? Ja, zowel hond als kat heeft een soort van parodie beest wat je erbij kan pakken. Dus er zit nog wel een beetje gekkigheid in. Maar er is sowieso een heleboel wat je aan kan passen. Dus je ziet ook al, je kunt klooien met de vacht, je kunt klooien met de stand van de ogen. Je kunt hier zelfs tekenen met de vacht om echt de ultieme kat te maken. Dat je denkt van, ik wil precies dat sproetje daar of dat vlekje daar. Is zo vet dat je dat kan doen. Ik krijg wel een Lenny-vibe van dit beest. Ja, langzaam maar zeker komt het er wel een beetje in. Hè? Alleen Lenny is wel echt tyfus dik. Ja, ik kon hem niet zo dik maken. Maar ik geef hem straks wel de veelvraat karaktereigenschappen, zeg maar. Ja, en natuurlijk, het is niet de Sims als het een beetje gek kan worden. Dus dan zie je ook dit soort mutsjes verschijnen. Hier gaat PETA zo op reageren. Ja, dit is dierenmishandeling. Ik zat dus ook al te denken, van dit is waarschijnlijk het minst realistische aan het hele katten gebeuren. Want honden en katten zijn oprecht. Ik vind ze heel erg reëel en echt aanvoelen en vol. Weet je, ze hebben eigen karakters, ze hebben eigen emoties, mood swings. En dit is dan hetgeen wat het meest haaks op de werkelijkheid staat. Het feit dat je hem aan kan kleden als een sushi, weet je wel. Er zijn daadwerkelijk mensen die dat doen. Ja, er zijn inderdaad mensen die dat doen, zeker. Ze zijn gekken, maar ze doen het echt. Nou ja, als je kat er oké mee is, dan is het prima. Maar hoe weet je dat? Ja, you never know. Africhting. Ja, maar goed, je waar. Ziet ook hier, je kunt ze wat karaktereigenschappen geven. En natuurlijk houden we het niet alleen bij de kat. We gaan ook nog een hond erbij maken. Wow. Ja, ik weet welke je gaat maken. Je gaat Fallout dan naar, hè? Ja, ik ga helemaal Fallout. Ik ga Dogmeat maken. Ja, maar niet voordat ik even door alle rassen heen scroll. Sowieso het leuke is, je kunt rassen mixen. Je kunt echt, net als met je eigen Sims, kun je een oor pakken en dat dan groter trekken. Of een neus instompen en dergelijke. Maar je kunt dus rassen ook mixen. En je kunt zo helemaal je eigen hond maken. Ik ben oprecht heel goed erover te spreken. Kun je rassen mixen in de game door ze het met elkaar te laten doen? Of kan ja, er zitten puppies en kittens in. Dus je kunt ook gewoon, sterker nog, als je goed genoeg bent met je dieren, dan kun je zelfs opdragen van, ga nu paren met die en die hond daar of die en die kat. Hij keek wel heel zielig trouwens. Ja, dat is wel Dogmeat, toch? Dat is voordat je hem adopteert. Ah, kijk nou. Ja, ook de honden hebben allerlei gekke pakjes, maar natuurlijk die bandana die Dogmeat heeft, dacht ik, die pak ik er toch maar gewoon even bij. Ja, nee, dat snap ik wel. En ik dacht, ik geef hem nog een soort van bloedspetters op zijn mond, omdat Dogmeat best wel een bloederige hond is. Heel subtiel, ook op de pootjes een klein beetje. Ik dacht, doe er misschien ook nog wat radioactieve zooi op, maar ik heb het toch maar hierbij gelaten. Ja, je kan hem een groenige gloed geven, ja precies. Ja, als je dat wil kun je allerlei gekke dingen met de kleur doen. Ik heb al regenboogkatten en zo gezien, het gebeurt. Het gebeurt ook in het echt trouwens, dus wederom realistisch. En er is natuurlijk een nieuwe area. Hè? Ik bedoel, het is honden en katten. Het is weer een grote expansion pack voor The Sims 4, €40. Daar krijg je ook altijd een nieuwe area bij. Dat is Brindleton Bay. En Brindleton Bay is ook een beetje gemaakt op dieren. Ja, zou je kunnen zeggen. Er is een goed parkje om je hond uit te laten. Met een hondenparcours natuurlijk om af te leggen en dergelijke. Maar het is ook echt. Sowieso zorgen ze ervoor dat hier heel veel dieren zijn. Dus als jij de nieuwe dierenvriend ambitie wil aannemen, dan kun je hier heel veel vrienden maken. En kun je ook best wel goed focussen op, weet je wel, je eigen training van de dieren beter worden. Of bijvoorbeeld de huisarts kun je worden. Of dierenarts, sorry. Oh, er zijn ook nieuwe beroepen natuurlijk. Er is één nieuw beroep. Oh, ja. Of in ieder geval één nieuw beroep wat echt goed fleshed out is. En dat is het zijn van een dierenarts. En hier zit dus ook een dierenkliniek al in de wijk. Maar kun je beesten castreren? ik ben zo diep er niet ingegaan. Maar het is natuurlijk wel, het is wel zo dat, doordat je dierenarts bent, kun je wel heel veel sneller in aanraking komen met alle leuke nieuwe scenario's die uit het hele honden- en kattengebeuren komen. Want natuurlijk, ze kunnen je leven verrijken.
Ja, nee, maar anders hier een dier verrijkt altijd je leven. Jij liet hem net uit met een lijn. Ja, je kunt hem loslaten. Je kunt zeggen van ik ga hem hier los doen of daar of in het parkje. Okay. En dan mag je. En bijvoorbeeld, ik heb Dogmeat ook zo gemaakt dat het een speurhond en een jachthond is. Dus kun je ook zeggen van hier gaat je riem los en nu ga je jagen. Dan kan hij dus ook weer allerlei zeldzame dingen voor jou vinden. Red Scorpions. Ik kreeg op een gegeven moment wel het berichtje van Dogmeat heeft die en die vlinder verslagen in de wildernis. Dat ik dacht van dit is heel erg Fallout Shelter eigenlijk. Oh, wat vet. En in leuke foto's. En ik zou er zit Simstagram in. Dus je kunt. Het is geen carrière. Ga het niet doen, mensen. Maar je kunt producten voor je dieren verzamelen door een grote. Ja, in Simstagram model te worden. Dus als je een foto maakt, dan staat er ook van. Die en die van je dieren heeft nu zoveel volgers. Het is wel heel leuk. Is dat nep of is dat echt? Nee, dat is wel gesimuleerd, zullen we maar zeggen. Maar nee, dan kun je dus. Je krijgt daar de fotografievaardigheid. Geef jij mij nou een bra? Ja, nee, ik. Ik wil weer echt een ding. Ik ging met hem joggen, want je was vrolijk. En ik had verder niet aan de kleding gedacht die je met het sport hebt. Dus ik heb dat niet gedaan. Je kreeg gewoon in één keer een roze outfit daar. Sorry. Ik weet niet. Ik vind mezelf nog in de hoek gezet hier. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook. Je hebt heel veel spullen natuurlijk nu ook hier kan kopen voor je katjes en hondjes. En dat is een beetje het nadeel. Ik vond dat. Weet je, de dingen die je verwacht zitten erin. Ach, Martin Gauss. De Martin Gauss parcours. Ja. Dat soort dingen zitten erin. En natuurlijk voederbakken, kattenbakken, dat soort dingen. Maar ik vond het wel meevallen met hoe uitbundig het is. Al heb ik hier wel een voorbeeld van het meest bizarre ding wat in de uitbreiding zit. En dat is een kattenbak die de stront weglezert. Nice. Waarom bestaat dat niet? Ja, inderdaad. Ik heb in mijn review ook al gezegd van... Jongens, start hier een Kickstarter voor. Ik wil dit. Ja. Maar er zijn dus wel wat spulletjes die je kan kopen. Maar ik vond dat denk ik wel het grootste nadeel is dat het enkel honden en katten zijn. Niet meer huisdieren. Bijvoorbeeld de Sims 3 beestenbende had ook paarden. Nou hoef ik geen paarden, maar ik snap dat sommige mensen dat willen. En wie zei dat? Er zijn heel veel dieren heel makkelijk. Namelijk de hamster en de kanarie. Ja, precies. Of een fretje of zo is ook nog wel... Fret is dan wel weer moeilijk, want die moet je echt animeren dat hij over je heen loopt. Ja, oké. Dat is misschien wel weer zo, ja. Maar nee, ja, oprecht. Dat is dus een beetje een nadeel dat het alleen honden en katten zijn. En ik vond dan het aanbod in nieuwe meubels en zo vond ik een beetje... Het is er. Het zijn inderdaad honderden meubels, maar het is niet echt een enorme uitbreiding van wow, ik kan nu weer zulke fantastische andere huizen maken. Het is nu, je kunt huizen maken met een krappaal erin. Ja, precies. Maar het is wel €40. Ja, ja. Maar dat is dan ook echt, dat zijn de enige twee nadelen. Want verder moet ik gewoon zeggen hoe ze die dieren levendig hebben gemaakt en hoe die invloed kunnen hebben op jouw huis, hoe die invloed kunnen hebben op jouw leven, op jouw scenario's, is heel leuk. Bijvoorbeeld met Stedelijk Leven, de add-on, kwam er ook de mogelijkheid bij om voor je kavels om een bepaalde trade te hebben. Dus bijvoorbeeld het spookt hier of er wordt hier veel meer gevonden in de grond of whatever. En nu kun je dus bijvoorbeeld ook zeggen van ik maak een huis wat een kattenhangplek is. Ja, dus ook al heb je zelf geen katten, dan stromen ze naar jou toe om te chillen. Oh, en dat zijn van die kleine dingetjes. Je kan zeggen, ik kan nu een crazy old cat lady maken. Ja, precies. En dat is wel waar je het voor doet met de Sims 4. Dat je toch net dat je verhaal, je leven iets completer kan maken. En ik denk dat de huisdieren zijn daar een soort van moedje in. Maar ik heb wel het idee dat Maxis het hier wel zijn beste pootje voor heeft gezet. Ja. Ja, ik laat hem even vallen. Nou, ik had hem voorbereid ook. Okay. Hij stond al in de review, dus. Oh, jezus. Is er genoeg vertier onderling ook? Want kijk, je hebt natuurlijk heel veel interactie met andere mensen in de game. En nu ga je heel veel interactie hebben met de honden en katten. Ja. Is het belonend genoeg om dat veel te doen? Worden ze er beter van? Nou ja, het leuke is natuurlijk wel, je kunt een relatie opbouwen met een dier. Maar je kunt hem ook nog trainen en africhten. Ja. Honden en katten kunnen goede en slechte eigenschappen hebben. En het is een beetje aan jou om daarmee te gaan spelen van hoe wil je dat uitfaseren. Wil je bijvoorbeeld een kat die heel braaf is of meer zijn eigen plan trekt. Er is daar wel wat diepgang in om te ontdekken. Maar je moet niet denken dat je kat in één keer een of ander superster model kan worden met een hele carrière tak eraan of zo. Het is niet op die manier diep. Het is wel jammer dat er geen honden en katten shows zijn. Nou ja, er is dus wel een hondenparcours wat je goed af kan leggen. Ja, dat hebben we gezien. Ja, ja, ja. Ja, maar geen show waar je tegen anderen gaat strijden. Oh ja, met een beauty contest of ja, zo. Precies. Ja, nee, dat zou wel een mooie uitbreiding zijn. Want ik zag de hond, hem heel parmantig lopen. Ja, nee, dat zou wel mooi zijn als daar ook echt zo'n beetje... Net als met Nintendogs trouwens. Ja. Nintendogs moet je ook zo'n parcours helemaal netjes afleggen. Dat is super vet. En Dogmeat heeft weer wat gevonden. Ja, ik heb Dogmeat dus ook zo gemaakt dat hij best wel einzelganger kan zijn. Dat hij best wel zelfstandig is. Ja, en dan kan hij dus allerlei dingen voor je gaan jagen en dergelijke. En dat is wel echt heel leuk dat soort kleine dingetjes erin zitten... om toch weer jouw ervaring ook weer iets breder te maken. Ja. Mooi man. Ik vind het wel tof. Ik vind wel altijd dure uitbreiding, maar ja goed. Hoe ik het ook kijk, die uitbreiding is, het kost één keer €40 en vanaf daar is het een beetje aan jou om elk jaar wel of niet €40 eraan uit te geven om dat weer een stuk uitgebreider te maken. Ja. Dus
Ja, het is wel een flinke smak geld. En het is ook iets wat niet heel snel in de aanbieding komt of zo. Maar ik denk dat voor heel veel Sims-fans is dit wel waar ze naar op zoek zijn. Dit is tot dusver denk ik wel de leukste uitbreiding als het aankomt op echt nieuwe features binnen je leven, je algehele leven. Ja, en doe jij nu ook nu niet meer doorspoelen de nacht, omdat je gewoon constant naar je kat aan het kijken bent? Ik vind het gewoon leuk dat katten, weet je wel, als je ze hun gang laat gaan, springen ze op de koelkast, ze krabben aan je tafelpoten, maar ook dat 's nachts, weet je wel, komen ze bij je liggen. En als je een hele wilde, gekke, energieke kat hebt, dan gaat hij ook heel dom liggen, terwijl anderen een beetje echt tegen je aankruipen en zo. Dat is leuk. Ja, dat is heel leuk. Ik zie ook wel dat ik doodongelukkig ben hier in mijn bed. Ja, je hebt twee fantastische dieren. I know, maar mijn ding is oranje. Ja. Niet groen. Nee, ja, sorry. Volgens mij heb ik je nooit naar het toilet gestuurd. Dogmeat wel, jou niet. Maar goed, wel. Dat is het. The Sims 4, honden en katten. Check de volledige review op gamersnet.nl. En er staan ook nog meer trailers en gameplay dingetjes. Nou, ik ga er nu heen. Ik ga gelijk naar gamers.nl. Ga ik alles lezen. Ik ben later weer. Oké, ja. Laat me weten wat je ervan vond. Doe je. Later. Yo. Doei. Doei.